Christoffer Pedersen, hoe voelt het om topscorer van de Eredivisie te zijn? Ja, goed. Maar het is niet, hoe zeggen, ik voel het niet andere als voor als ik was topscorer. Ik ben altijd blij. So, ja, ik ben gefocust, maar ja, ook blij. Kijk jij niet stiekem op teletext naar de topscorerslijst? Ja, ik heb veel tekst. Maar ja, als ik zeg, ik ben focus op de volgende wedstrijd en ik heb de goede momentum nu en ik moet doorgaan met dat. Goed, zondag Willem II. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, dat we komen daar voor 3 punten, maar ja, we moeten verbeteren soms kleine dingen van de wedstrijd tegen ADO. Ja, doorgaan met op deze weg, maar soms dingen moet je verbeteren. En dan ben we vertrouwd dat we kunnen 3 punten pakken. Maar het is niet een simpele wedstrijd. We moeten 100% focussen en dan kunnen we 3 punten pakken. Maar ja, het is een goede wedstrijd voor ons dat we kunnen 3 punten pakken. Goed, het feit dat je zo hoog staat op de topscorerslijst heeft wellicht ook invloed op andere clubs die dan extra naar jou kijken. Ja, maar zo is het. Zo is voetbal. Als je presteert, dan ben je geïnteresseerd voor andere clubs. Maar ik focus er niet op dat. Ik moet doorgaan en heb plezier op het veld. En dan komt de punten. En ik ben blij in deze moment. Je hebt het bij Heracles enorm naar je zin. Sorry? Je hebt het enorm naar je zin hier. Ja, maar het is daarom, we hebben goede trainers, goede fans, goede teammates. Het is een goede club. Het is een goede club voor mij nu. Ik heb altijd de kans op te spelen. Maar ik werk mijn best elke dag in elke training, in elke wedstrijd. En als je believe, dan komt ook de doos. Nog even over jouw rugnummer. Je hebt je rugnummer gewijzigd van 18 in 7. Kan je uitleggen hoe, waarom? Ja, nummer 7 is mijn favoriete nummer als een kind. En de kans komt en ik praat met de club. Ik heb de vertrouwen van de club dat ik kan nu in de nummer 7 spelen. En ik ben dankbaar voor dat. Ik ben blij met nummer 7. Geeft dat extra kracht? Extra kracht. Voetbal is leuk, maar speelt je met je favoriete nummer, dan ben het ietsje meer leuk. Ik heb altijd droomd om met nummer 7 te spelen. Ietsje meer leuk te spelen met nummer 7 op je rug. Nog even een gewetensvraag. Speel jij volgende week zaterdag om deze tijd nog steeds bij Heracles? Ja, ik weet niet. Ik denk het, ja. Heel veel succes zondag. Dankjewel.